handig is, ook voor Leslie die aan het opschrijven is, is dat we wel elkaar laten uitpraten en dan inderdaad niet, dat het niet te rumoerig wordt, want dan wordt het moeilijk om, om daar allemaal zicht op te hebben. Dus vandaar. Wie zou het eerst wat willen zeggen? Of wat kwijt? Niemand te wijzen, ja. Ja, nou, ik zou wat beter gif willen hebben. Ja. Want ik heb gemerkt dat het gif wat nu gebruikt wordt, ze gebruiken het helpt niet. Ze gebruiken het niet. Er wordt geen gif gebruikt. Dat wordt ook niet eens. Maar er was ook een alternatief daarvoor. Nou, ze hadden gel van die gel dingen neer. Ja. En om te kijken of ze uitgegeven werd. Daarom zeg ik net, wat is nu eigenlijk de bestrijding van de gemeente uit? Nou, dat is er niet. Als jij een Walhalla gaat eten, dan ga je toch niet in. Als je dat is dus wat ik zeg. Maar je hebt een hartje verder. Oké, dus dat is in ieder geval. Allemaal weer. Maar ik ben centraal. Nee, dus dit is alvast dan een eerste punt van inderdaad, van toch inderdaad dat de gemeente goed moet kijken naar wat voor bestrijdingsmiddelen gebruiken we nu eigenlijk. Wat voor andere opties zijn er eigenlijk voor, want dat op dit moment, dat we eigenlijk het idee hebben dat dat gewoon niet goed genoeg werkt. Nee, het werkt niet. Ja. Nee, toch, duidelijk. Wim, je had ook net je hand omhoog. Ik had graag zichtbare handhaving meer op zaken. Ja, juist. Misschien ook een goed idee. Ja. Er wordt nu gezegd, ja, er lopen handhavers hier op straat. Ik heb ze de laatste twee maanden niet gezien. Afgelopen zaterdag is er een festival geweest voor kinderen. En dan lopen er drie van die kwalen hier rond. Om die kinderen in te vangen. Ja, ze lopen wel rond om te kijken of jij een poepzakje bij je hebt. Ja, voor de rest doen ze niks. Ah, ook dat doen ze niet hoor. Want ik laat ze wel aan te dragen. Maar wij wel. Maar ze zullen nooit aan mij vragen. Maar ze hoeven aan mij nooit eens te vragen. Nee, oké, dus zeker inderdaad van hoe van moet inderdaad ook meer handhaving komen, moet daar niet meer worden ingezet. Want dat, zijn inderdaad wel, dat is inderdaad ook iets duidelijks wat ook beloofd is, toch? Ja, dat er meer handhaving zou komen. Daar zijn we met een BID-team voor bezig. Hè? Ja. En niet de smoes, ja, daar lopen mensen in burger rond. Ja, maar dat zal best. Ja. En jullie? Maar dat is niet het bewijs. Nee, ja, precies. Ja, als ik wat zeg, dan krijg ik een kloptuig op mij. Soms. En daar ben ik niet voor. Naast mij woont ook een buurvrouw. Nou, Kim, jij hebt het ook gezien. Die heb ik al een paar keer gezegd. Niks meer naar buiten. Geen brood. Die blijven het toch doen. Ja, je moet een volgende melding gaan maken. Maar ik denk dat ik niet meer de persoon ben. En ook verder boven. Ze luisteren niet. Nee, ze luisteren niet. Ik heb haar ook al 5 of 6 keer geluisterd. Dus dat op en ik vind dat daar dan ook iets aan gedaan moet worden. Dat die personen gewoon helemaal gesproken worden. Door iemand van... Ze zijn daar geweest. En wat aan mij... Ja, Jozef zie hier de... Ja, precies. Ja. Weet je wat ik denk? Kijk, je moet de kern aanpakken. Als wij het zeggen tegen die mensen, luisteren ze niet. Ze staan maar gewoon aan te lachen. Ja, ik krijg boeien met die mensen. Je moet gewoon, kijk, ik wil geen fraaier spelen, maar je moet de adres hebben waar gevoerd wordt. En dan moet je gewoon persoonlijk aan de deur gaan. Ja, dat ze wel... Naar mij luisteren ze niet, want het zijn allemaal buitenlandse mensen. En ik word als racist aangesproken. Als ik mijn mond open trek, dan is het ik de laatste waarschuwing. Van de woningbouw, weet je. Nou, het zijn niet alleen buitenlandse mensen. Nee. Maar je ziet wel dat hier zo binnen zit. Er zit er geen eentje die de aanstichters zijn, weet je. En het zijn allemaal Nederlandse mensen die wel aan de regels houden. Hun zeggen dat die beesten in hun eigen land heilig zijn. Heilig, ja, die zitten in de tempels bij hun. Ja, daar heb ik gisteren heel veel commentaar. Die lopen gewoon in het drinkwater, en naar drinken lopen ze gewoon de... Dat gaat er echt zo van. Nee, wat natuurlijk, nee, kijk, is natuurlijk inderdaad wel een ding van wat doe je inderdaad met, want Wim, je hebt daar inderdaad ook wel bepaalde verhalen over, van inderdaad dat het toch lastig is af en toe om mensen aan te spreken, dat ze dan inderdaad doorgaan. En dat het toch, precies, en dat het toch inderdaad gewoon een ding is van hoe kun je dat op een goede manier doen om dat gesprek gewoon aan te gaan, om dat te doen. Maar ik moet zelf inderdaad zeggen van we waren ook met u ook langs de deuren gegaan en dat daar dus inderdaad dat we ook wel merken dat daar werkt het best wel goed.
goed, van dat er wel... Die mensen gooien gewoon... weer brood hoor. Ja? Ja. 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 Ja, dat is wel... Nou, niemand verstond het, hè, die, ja, die vrouwen dan, hè. Die mannen wel, die thuis waren. Ja. Maar er stond een vrouw met brood op het balkon, hè. Ja. Zagen we. Ja. Nee, zegt ze dat... Nee, was niet van plan. Ah. Ze stond, wat doe je altijd met brood op het balkon? Ja. Maar ze kregen bij ons hele borden en pannen over het balkon. Ja, precies. Maar er is als de deur open gaan voor het balkon, dan komen er watjes aan lopen. Je ziet zo waar, de, waar gestrooid wordt, want de meeuwen en de duiven zitten al te wachten. Maar ze zitten er tussen die ratten bij ons. Ja. Ze staan gewoon te wachten. Nee, maar ze zijn er wel hoor. Wacht even. Dan. En wat me opvalt is, toen ik jong was, ik ben nog steeds jong, maar toen ik jong was, toen speelde ik ook in de gemeenschappelijke tuin op Moerweg, tussen Moerweg en Bram van Baardenstraat. En toen waren we aan het voetballen met de jongens en die kregen ook rijstepannen met pan en al, die werden naar beneden gegooid. Dus eigenlijk, als ik denk, gaat het nu om de jaren van nu? Nee, het is eigenlijk altijd geweest. Ja. En wat me opvalt, nu zijn er ratten, maar hoe komt dat dan? Weet je, dat vraag ik me af. Meer wordt gestroomd. Ja. Want vroeger was het ook al zo. Ja, precies. Dus maar zonder ratten. Ja, dat is het. Zonder ratten. Ja, maar als je dan ook kijkt, dus dat vind ik dan. Ja, liepen er nog katten buiten. Nu lopen er alleen katten buiten. Ja, bij ons lopen er ook katten. Ze zijn de grotere katten. Ja, precies. Ja, nee, maar zeker, maar dat is inderdaad wel een interessant punt inderdaad, van waar komen die ratten nu inderdaad vandaan? Want worden dat, precies, dus ze wordt natuurlijk... Ja, maar als jij een jaar al zo. En nu de Erasmusweg. En water en een binnentuin waar vaak. Nee, maar ik denk inderdaad wat natuurlijk wel gewoon heel duidelijk is. Er is natuurlijk ook gewoon niet één oorzaak aan te wijzen. Er zijn natuurlijk allemaal dingen die met elkaar meespelen. En één van die dingen is inderdaad ook het voederen natuurlijk. En, maar ik denk dat alsnog wel het terecht punt is van daar moet wel een. Toch wel iets op bedacht worden hoe je dat gewoon op een goede manier kan doen. Ik hoorde inderdaad ook iets van 2000 huisbezoeken, maar dat had Richard toch aan jou ook... Ik heb zo'n gezien. Maar eerst is vleiers in de bussen, wordt nooit gedaan. Ik wou nog even antwoord geven over doorgeven. Ja. Dat is ook al een hele tijd een punt van mij. Wat ik zeg, we hebben één centraal punt nodig van ons uit om alle klachten naar één iemand in de gemeente te sturen. Ja. Zodat het niet verspreid is tussen al die callcenter medewerkers die er zitten. Ja. En een meldingje maken en dan wordt teruggebeld en vier later dagen later ben je nog niet gebeld. Ja. We willen één centraal iemand van ons uit en één iemand van, bij de gemeente die ons klachten aanpakt. Ja. En kijkt wat ze, en dat we ook in contact blijven met die persoon. Ik denk dat er dan al een hele hoop klachten wel aan gaan komen bij Dus misschien dat je dat op kan schrijven, dat is al, dat heb ik al vaker gezegd, maar er wordt altijd overheen gesproken. Ja. Maar dat lijkt mij gewoon... Ja, nee, dat is inderdaad een goed plan. Ik bel soms drie keer op een dag om de juiste te pakken te krijgen. Ja. Hè? Oh, jij luistert niet naar. Ik had nog één opmerking over de handhaving. Ja. De handhaving die is alleen maar voor buiten de tuinen van de woningcorporaties, wordt gezegd. Ik zie graag die samenwerking tussen de gemeente en die woningcorporaties, dat ze ook mogen kijken en de binnentuinen kunnen betreden van de woningcorporaties. Ja, precies. Want nu wordt er gezegd, wat daar binnen gebeurt, dat hoeft niet aan. Ja. Dan mogen wij zelfs niet komen. Ja. Nee, dat is inderdaad denk ik ook een hele goede. Want je merkt inderdaad ook wel van. Dat zagen we inderdaad ook toen we dat rondje door de wijk hebben gelopen met Jacqueline, Connie en Wim. Van dat je dus daar inderdaad van dat één struik dan net bij de woningcorporatie hoort. En de struik ernaast is dan van de gemeente. En de ene is dan wel gesnoeid en de ander niet. Dus je hebt natuurlijk inderdaad dat soort dingen dat daar natuurlijk ook gewoon beter. Dat eigenlijk die samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten, dat er eigenlijk gewoon nog niet echt is. En dat, dat in principe, weet je, die ratten die houden zich niet aan die grens. Dus waarom wordt daar op zo'n manier wel dan over dat? Voilà, ik ga niet in de binnen. Ja, ik had eigenlijk een vraagje. Je leest en hoort best wel veel over Moerwijk Oost. Volgens mij toch. Ja. Maar het is naar mijn idee heel Moerwijk. Maar dat komt denk ik omdat wij hier, dit onze kern is. Dus dan de Moerwijk ook eigenlijk alleen maar deze wijslijn. En was het een Moerweg. Dus automatisch denk ik dat misschien krijg je dan ook weer dat alleen dat deel aangepakt gaat worden. Ja, maar we willen. Wat inderdaad, wat daarbij inderdaad het ding is, is van binnen dat rattenoffensief van Richard de Mos heeft hij dus Moerwijk Oost en Mariahoeve aangewezen als wat zijn de plekken waarin
waar ik wat ga doen. Dus ik, volgens mij dat is ook waarom hier al die borden hangen en zullen misschien twee dagen geleden zijn ze ook gehangen. Precies, die zijn dat dit dagje ook. Ja, voor jullie kwamen er al, precies. Ja. Maar, nee, maar dus dat is, maar precies, maar dat is inderdaad ook natuurlijk weer een ding van werkt het eigenlijk goed om eigenlijk zo'n klein gebied dan wel heel streng aan te gaan pakken, terwijl je net aan de overkant dat niet zo is. Ja, dat kan niet meer aan de overkant. De borden zijn voor jou ook wel heel cool lijken. Ik wou nog wat kwijt over dat maaien, waar ik eigenlijk hierachter al tijden aan het klagen was op Facebook dat dat maar niet gemaaid werd. Van hier heb je de woningbouw, hier is de gemeente, woningbouw. Gisteren kwam ik daar langs, toen hebben ze dat helemaal plat, wat ik jullie ook heb laten zien, helemaal plat gemaaid, helemaal mooi. Nee, van de gemeente. Dus ik ben daar naartoe gelopen. Toen vroeg ik van, joh, wat goed, hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig? Nou, we zijn al 3 dagen ermee bezig. Hij zegt, terwijl als we dit gewoon één keer in de 2-3 maanden doen, dat zei die man uit zichzelf, hè? Hij zegt, dan zijn we in een paar uur klaar. Hij zegt, nu, 1 keer per jaar doen ze het maar, hè? 1 keer per jaar maken ze dat daar maar kort. Dat is zo hoog, je wilt niet weten. En krioelt daar met die ganzen en... dus daar hebben we, dat, ik blijf maar hamer op dat maaien, dat moet gewoon en twee keer. Niet alleen het maaien, maar ook gewoon de beheggen die je hebt. Schoeien, struiken, alles. Daar zitten ze echt in de tuinen, alsjeblieft. Sjakkertuin, joh, dat is plaatselijke verdoring. Sjakkertuin is 2 jaar als voorbeeldtuin gebruikt van hoe het moet. Eén keer. Ja, en toen waren we blij van, hoi, zo worden dan allemaal olie in de tuin. Zeiden ze, nee, dit is alleen die tuin. Dat is nu alleen omdat dat via Celsius geweest bij mij. Ja. Misschien is dat inderdaad wel even een ding van, zijn er inderdaad ook mensen die inderdaad nog iets hebben van, ja, met die binnentuinen, kunnen we daar ook iets concreets op zeggen? Van wat willen we daarmee? En maar zou je dan inderdaad ook zeggen van, nou echt al die, dat lage struikgewas van allemaal weg? Ja, het zijn allemaal kruipers, allemaal grondplanten. Ja, want hoog is dat boven de zuin. Ja, precies. Wat laag is, het is allemaal van dat sluier. Ook bij die balkonnen. Ja, heel die hek. Ja, maar daar zitten ze ook allemaal. Ja, dat is vreselijk veel. Ja. Maar het is, wacht even, het is niet alleen in de binnentuin, maar ook gewoon in de straat. Ja, ja, ja. Ze hebben mij dan de tuin helemaal aangepakt. Ja, dat is echt netjes geworden met de kleine laagstruik. Dat is echt waar. Ja. Maar ze hebben helemaal op de tiek aan de voorkant. Ja, maar nou, de vraag is natuurlijk inderdaad een beetje dat op het moment... Ja, dat is wel wat eten. Nee, zeker. Maar dat is een goede begin. Want het punt is dan inderdaad weer van, denk ik, van dat je het inderdaad ook niet te klein moet uitrollen. Dus als je net één binnentuin aanpakt, nou ja, dan lopen ze inderdaad aan de voorkant. Maar dus op het moment... Maar op het moment dat dat natuurlijk breed wordt uitgerold, dat het inderdaad echt in de hele wijk zo is, en dat ze echt nergens echt goede schuilplekken hebben, dan komt het misschien wel echt. Ja, precies. Nou, ook het eten dat gegooid wordt, Oké, even nog... Dat is ook heel belangrijk. De binnentuin bij je 600 is een mooi werk van Warenstraat. Die is kleine 3 maanden geleden is al die rotzooi uitgehaald. Maar het staat weer hoger. Ja. Want ze kneppen het en ze trekken het weg. Ja, die kleine stukjes staan er maar en blijven liggen. En er worden allemaal nieuwe planten. Het wordt alleen maar erger. Ja. Dus het gaat niet alleen om het eruit halen, maar ook bijhouden. Precies, dat. En verder heb ik nog een heel goed punt. Ja. Zowel de Bos als zijn partij, als de gemeente, als Vestia, iedereen wijst het af. Een camera neerhangen. Ja, een paar camera's neerhangen. En er hoeft maar één te werken. Hangen wat neer. Op de Kaapse plein hangen camera's die het doen. En dat mag tegenwoordig. Dus dat gezeik over van privacy mag het niet. Jan Luikelaan hangen ze ook trouwens. Hangen ook eens een keer neer bij die vuilnisbakken. Ja, waar die troep allemaal ligt. Ja. Daar bij Connie om de hoek. Maar ook die binnentuinen. Ja. Dan kan je een filmpje maken of een foto maken van die mensen. Die zijn deur opengooien, vuil deur dicht. Want anders ga je ze niet betrappen. Nee, dat is als je ze doorgeeft, dan gebeurt er trouwens toch niks. Precies, want wij hebben al, ik denk, al 3 jaar lang
zijn wij foto's, films ja. aan het aanleveren van één persoon die altijd zijn brood in de sloten en in de binnentuin oh, dat is die man met die daar gebeurt er niks mee. Ja. Ook niet met die vrouw. Ja, ik snap inderdaad op zich ja. Wel goed dat punt. Wat het wel is met die camera's, is een beetje het gemeentelijk beleid daarop is nu, is dat echt in bepaalde straten waar er heel erg veel overlast is, daar kan dan zo'n camera worden neergehangen. Maar dat zijn er alsnog in de hele stad, zijn dat echt maar een stuk of 8 of zo. Gaan ze nog maar dus ze zijn namelijk ook best wel duur. Dus de vraag is of je nou echt inderdaad in heel veel binnentuin dat überhaupt financieel is. En dus dat is inderdaad denk ik wel een ding. En nou ja, wij hebben in ieder geval als SP zijn, dan zijn we altijd in principe wel een beetje van het hele privacy gebeuren vinden we dan wel belangrijk. Dus, maar zeker van als, maar ja, van als we met z'n allen zoiets denken, dan moeten we daar misschien wel iets mee. Ik snap inderdaad wel dat het afschrikt en dat ding, maar ik denk inderdaad wel altijd van ja, van als je altijd een camera op je huis hebt staan, dat lijkt me zelf niet. Nee, maar laten we het hebben over circulerende camera's. Als ze weten van joh, daar is nu de komende tijd heel veel geld aan boord aan gedumpt. Laten we daar dan de camera's zo ruim een ding. Laat ze maar denken dat ze overal aanstaan. Weet je wel? Laat ze dan. Maar dat er maar. Verplaatsen iedere keer. Het moet toch gebeuren. We moeten ze zien te bereiken en ze bereiken ze ook het meeste. Wacht even nog even, ja? Ja, vroeger had je bij de woningcorporaties, sociaal beheer, dus die waren er speciaal voor één wijk. Ja. Die zijn eigenlijk allemaal opgeheven. Ja. Vestia heeft nog iemand, maar die heeft zo'n verschrikkelijk groot gebied ja, dat ze dat niet allemaal meer aan kan. En Stedion en Haag wonen hebben niemand meer. Ja. En eigenlijk zou er zo iemand bij de corporaties terug moeten komen als aanspreekpunt die ook sociaal in de wijk is. Dan heb je gewoon een levende camera in de wijk. Dat zie je. Dat is ook te duur aanspreken. Wacht even, eerst had Mark ook nog snel. Ik hoor jullie wel een hele tijd iets zeggen. Ik hoor iedere keer maar zeggen praten met elkaar. We zijn al 3 jaar aan het praten met de buren. Ja. Praten helpt niet. Zet handhaving in, deel boetes uit. Zet camera's in. Ik wil die vent waar we mee praten wel een duwtje in de sloot geven hoor. Maar dan ben ik weer een verward persoon, dat mag natuurlijk weer niet. Nee, precies. Nee, dat snap ik. En dus met name is dan inderdaad ook wat jullie dus inderdaad ook heel erg merken is van dat eigenlijk, maar dat komt dus ook een beetje natuurlijk weer met die meldingen ook, van dat je dat dan inderdaad al heel erg lang probeert om daar ook gewoon iets van een dossier over op te bouwen eigenlijk. En dat er daar dan inderdaad ook niks mee wordt gedaan. Ja. Maar de politie doet ook niks. Ja, precies. Hier op de hoek. Voor mij een strooi de politie overrijden. Ze kijken zo. En ze staat mij een beetje uit te dagen, omdat ze weet dat ik in de actiegroep zit. Strooi toch, ik heb mooie maling aan ze. Dit zal er net zo door. Ja. Ik denk dat iedereen een beetje moe is. Van het gisteren. We hebben dat opgeschreven, boetes. Boetes. Maar dikke vette boetes. De ABV-wet is nu ook aangepast. Daarvoor. Ja, met een karretje. Per 1 juli is dat wel aangepast. Voor die boetes. Dat is nu per 1 juli kunnen ze die ook daadwerkelijk uitschrijven. Want daar hebben ze ABV-wet niet aan. Dus dan komt er met een hoop van wat eten. Ja, even schooien. Ja, precies. Nog wel weer even nog weer een beetje centraal. Ik hoor weer 5 verschillende gesprekken. Dus, zit er allemaal vol? Ja. Nee, dat is sowieso inderdaad heel duidelijk. Ja, nee, dat is sowieso heel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Ja, oh ja, u hebt inderdaad nog even. Nou, we zitten hier bij 10-9. We hebben de mensen de best gedaan om het hier leefbaar te maken voor de jeugd. Als je nou eens kijkt. Gewoon hoeveel zonnepitten en troep en verpakkingen van de winkels en patatzaak en de frietboer door op het plein leggen. Als die mensen ook eens gewoon wat minder papier en plastic meegeven als ze wat verkocht hebben, zou het hier op de troep, deze waar ik uit het plein, ook een stuk beter uitzien voor de kinderen. Ja, het zijn kleine dingetjes. Wacht even nog even. In onze tuin zie ik nooit ratten, maar dan lopen een heel stel katten. Dus misschien dat scheelt. En hij zat er tot voor kort. Ja. Maar
ik woon dan op de Jan Luikenlaan. Maar als je nou ziet, van net ging ik weg, pak mijn fiets en mijn man heeft zo'n hok staan voor zijn scootmobiel. Ja. Heeft er weer eentje dus de auto daar neergezet en voordat ze wegrijden gooien ze alles naar buiten. Ja. Dan lag zo'n poepluier, die heb ik dus opgepakt en in het bak gegooid. Dat is te vies om aan te pakken. Ja. Maar ik denk, dat vind ik nog smerig ook. Ja. Maar het ligt weer vol met rotzooi. En als je dan het weekend kijkt, het zijn dus allemaal passanten die zich lekker vol zitten te eten. Ja. Dingen van de Kentucky zit erbij. McDonald's, alles ligt, dat eten ze dan bij ons in de straat op. Ja. Met al die pizza Ria's bij ons, hartstikke lekker. Ja, dat heb ik ook al. Maar ze eten het op en ze gooien echt alles uit de auto. Dus het zijn niet alleen maar de mensen die er wonen. Ook Nederlandse mensen die er wonen, die doen het ook hoor, heb ik gezien pas. Maar ik bedoel, als je dat ziet, maar er staan nergens bakken. We hebben twee van zulke kleine bakjes op de stoep. Ja. En de duiven en de meeuwen halen zelf die bakken leeg. Ja. Ja. Je kan het gewoon zien. Ja, dat is een bak, jaren geleden heb ik ervoor gezorgd bij de gemeente. En ik zat in de klankbord. De bak is aan te halen. Is ook niks gedaan, dat is vanaf 2011. Nee, er zijn zo'n grote bakken. Nog even boven. Ze hier nog genoeg bakken krijgen. Er is zo'n grote bakken bij de Turkse supermarkt. Die is dan trouwens weg. Maar die man heeft dus 3 dagen groot die bak gehad. Toen mocht zijn zoontje, die was toen 1 jaar 4, die mocht die hele bak kapot slaan. Hij wou die bak niet. Ja. En alles wordt op de straat gemieterd. Ja. Peuken, eten, alles. Peuken word je ook gek van, hè? Maar mogen die sigarenwinkel. Dus wat ik inderdaad van ook wel heel erg proef is, dat inderdaad ook gewoon met alles wat gewoon met afval te maken heeft, dat ook gewoon wel een probleem blijft. Want ik zie inderdaad gewoon in die Facebookgroep elke dag inderdaad. Is er zoveel over inderdaad al die bijplaatsingen die er inderdaad zijn. Hebben jullie daar ook het idee van hoe wordt er nou eigenlijk omgegaan met die meldingen daarover? En wie komen er dan opruimen? Ik meneer van de week. Die gaan we vuil bellen, dat is dan een speciaal nummer. Ja, precies. Ik heb ook zo'n beter buiten. Buiten beter. Ik ben voordat je er doorheen bent. Ja. Maar tegen de tijd dat we er komen, dan is het opgeruimd en dan moeten we het leggen. Ik heb sinds 3 maanden 3 spookcontainers voor mijn deur staan. Dat zijn bovengrondse containers. Ik heb er nu 9 dan in totaal, hè, voor mijn deur. Ja. En 3 zitten er al 12 weken vol geplaatst. Oh, hè. Want ze stonden eerst een stukje verder in de straat. Ik heb het, ik veel hoe vaak gebeld. Andere mensen hebben ook geklaagd erover. Ja. Oorhak, waar is oorhak eigenlijk? Die had ze op slot ook daarnaast, maar dan kon ik niet meer kijken of ze leeg waren of vol waren. Weet je. Maar die dingen staan 12 weken voor mijn deur. Lekker te stinken. Met dit weer te stinken. Ja. Ik blijf iedere dag de gemeente bij. En ze weten gewoon niet van wie die containers zijn. Ja, het zijn gewoon spookcontainers. Ja, geplaatst voor mijn deur. Lijkt wel alsof ze het expres hebben gedaan. Maar dat gaat gewoon niet meer in. Dat is wel maar wat zo dichtbaar huisje staan. 3 maanden, hè, bijna. Dat kan het niet doen. Ik durf mijn raam staan, maar zo. Ja, maak je niet druk. Ik ga gewoon natuurlijk iets zonvesten van regen hier. Ja, dat is laat maar. Ja, oké. Dan misschien is dit even het moment. Ik denk dat inderdaad heel veel dingen al gezegd zijn. Heeft iemand nu nog iets van wat is vergeten? Ja? 1 ding. Mijn vader die doet vandaag de week. 3 keer in de week. Mijn vader doet vrijwillig 3 keer in de week de tuinen schoonmaken. Ah, van Vestia. Van ons. Ja, toch Vestia. Ja, 7 tuinen in Den Haag Zuidwest. Ja. Zo, goed. Ja, en hij doet 7 tuinen. Hij doet dat vrijwillig en daar ben ik echt trots op. Ja, hij is wel dus die. Ja. 73. Ja. Oh. En hij vindt ook heel veel eten. Die lopen achter de Hannewijslaan. Met een kammetje loopt hij altijd, doet hij dat. En hij is volgens mij de enige die dat doet. Dus ik denk misschien is dat ook nog een tip. Dat er misschien meer vrijwilligers kunnen zijn. Of betaald. Ja, precies. Ja. 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 Kwestie, ja, komt daar heel goed vanaf, hè? Ja, dat is dat. Ja, dan wordt het zo gemaakt. Ja, maar wie zijn die knakkers met die gele, hoe heet die? Gele hesje. Met die, Oh, nou, jezus. Ja, dat is een oude. 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 Ja, dat is een oude.
sceptisch. Ja, maar ze zijn niet allemaal stilgaan. Denken van een sociale werker. Ja, dat kun je dan begeleid worden. En zo'n eentje van klikken. Vooral voor de binnenzaken, dat er meer mensen zijn die daar. Jacqueline nog? Mijn dochter en mijn kleinzoon hebben het afgelopen jaar bij ons de achtertuin geregeld leeggeruimd. Maar de buren vinden het nog wel leuk om het rand extra bij te gooien. En ik heb ook een kind met een niet al te gezonde longen.